Vrede Nu. Je weet het meteen. In totaal 100 vredesvlaggen hier op de chasséparking. En die blijven er tot 22 oktober. Maar weten de Bredaners eigenlijk wel waarom die vlaggen er staan? Laten we dat eerst eens gaan vragen. Weet u waar deze vlaggen voor betekenen? Ik kan het niet woordelijk zeggen, maar Het heeft iets met vrede te maken, dacht ik. Ja, met de vrede van Breda, hè? 350 jaar geleden. Ja. Inderdaad. Vindt het mooi? Ja. Nee, u weet niet waarom ze hier staan? Waarom? Ja. De vrede van Breda, hè? Ja, heel goed. Ja. En hoe lang is dat geleden? Weet ik veel. 350 jaar. Maar u weet dat ze te maken hebben met de vrede van Breda. Ja. Weet u waarom die vlaggen er staan? Ja, 100 jaar vrede, geloof ik. Hè? Ja. 350 jaar, we doen er 250 jaar bij, maar goed. Een beetje stukje bij, ja. En een mooi gezicht vanuit uw appartement? Ja, het is wel grappig, hè? Het ziet er zonnig uit als het weer mee zit. Ja. Toch? Nou, tot nu toe gaat het. Ja, dat klopt. Nou, de betekenis is redelijk bekend, maar iemand die er alles van weet is Dennis Elbersen van Graphic Matters. Met hem sprak ik. Dennis Elbers van Graphic Matters, 100 vredesvlaggen. Wat is de achterliggende betekenis? Nou, de betekenis heeft te maken met de viering van de vrede van Breda dit jaar. 350 jaar geleden dat hij hier in Breda getekend werd. Grootste gebeurtenis in de stad toen. En wij hebben eigenlijk gekeken naar wat betekent vrede nu. Het is wel leuk om terug te kijken, maar ja, sinds die tijd zijn er nog zat oorlogen en ruzies geweest. Dus kunnen we niet beter kijken naar wat vrede op dit moment betekent. Ja, er zijn dus geen vlaggen te zien van landen. Ook niet de deelnemende landen, hè, aan die vredesonderhandelingen van de Vrede van Breda. Ook daar is de vlag niet van aanwezig. Nee, dat klopt. We hebben in elk land van de wereld wordt één ontwerper gevraagd. Je wordt gevraagd om dat te doen. Diegene representeert voornamelijk zichzelf natuurlijk. Deze vlaggen blijven staan tot eind oktober? Dat klopt, tot 22 oktober zijn ze. In de zomer als onderdeel van de Vrede van Breda en vanaf 22 september als onderdeel van Graphic Matters. Breda Nu. Je weet het meteen.